Fantastisch moment om, dames en heren, hier voor het stadhuis in Almelo. Het gaat de komende weekend hier plaatsvinden in onze mooie streek. En ik ben er ontzettend trots op dat dat Olympisch vuur zo even door de Law Enforcement Torch Run hier naartoe gebracht is. Ambassadeur Mark. Ja, dat klopt. Dat klopt. Samen met heel veel mensen mogen we dit prachtige evenement organiseren. We zijn er 2 jaar geleden mee begonnen. Ja, en nu is het zover. Het komt heel dichtbij. En de vlam is vanochtend gestart. En we gaan echt heel Twente in vuur en vlam zetten. We zijn met zo'n ruim 2800 vrijwilligers die straks de handen uit de mouwen gaan steken. Meer dan 150 partners zijn in touw om dit grootste evenement in heel Twente te gaan organiseren. En een Special Olympics dorp uit de grond te stampen op de universiteitscampus. En straks een geweldige openingsceremonie in het FWK-stadion. Er zijn straks ruim 3000 sporters en coaches actief. En die worden verspreid over 25 sporttoernooien in de 14 Twentse speelsteden. En ja, hoe geweldig is dat om straks al die sporters uit alle windstreken, uit heel Nederland, zelfs uit Saba en Bonaire komen ze overgevlogen hier naar Nederland en nog een aantal Europese landen. Dus dat wordt een heel mooi gezelschap. Don't give up till it's over. Don't you live, you can. The weight upon your shoulder will make you a stronger man. We hebben in Almelo de 2 sporten, badminton en het turnen, wat hier plaatsvindt. Dat vindt beide in de ISPA plaats, dus daar zijn wij bij het opzetten daarvan betrokken geweest. En nou, veel betrokken ook bij de organisatie van de momenten. De vlag die hier nu gehesen is bij het stadhuis gaat vanmiddag en anders morgen ook bij de ISPA omhoog. En nou, mooi dat we het doen. En ik vind het evenement heel mooi, maar ik vind vooral de breedte, de voor en de na, belangrijk dat we voor deze groep sporten ook mogelijk maken. En dat is wel iets wat bij mij echt wel binnen is gekomen en ik denk daar moeten we iets mee.